voorzitter met u. Fijn u altijd hier te zien hoor. Heel fijn. Heel fijn. Altijd een genoeg voor u. Op u te wachten, zowel onze pupillen als de broertjes, zusjes. Dank heel u. Fijn, dank u wel. Goedemiddag. Weer geweldig. Ik kom hier al vele, vele jaren en vanmiddag was weer als van oud zou ik willen zeggen. Geweldige kinderen, mooie en leuke ouders, hele goede leiders en trainers. Sint was heel tevreden. U heeft hem straks al gezien, hij staat er met die sjaal om. Dat is Joop Levendaal, dat is de leider van de F's. Oh, alleen, ik geef u één tip mee, Nicolaas. Ja. U moet hem een beetje kort houden. Als Levendaal eenmaal een microfoon heeft en gaat zingen bijvoorbeeld, nou, dan zijn we nog wel een half uurtje, drie kwartier bezig. Maar ik wil nog wat vertellen over de F's. Dat is de jongste jeugd van Ajax. Ja, ja. Dank u wel, meneer Koning. Dag, meneer Levendaal. Goedemiddag. Dag, voorzitter. Sinterklaas. Dat reuze fijn u vandaag hier weer te zien. Mag ik uw boek op mijn schoot nemen? Ja. Ja, ik heb liever mijn boek op uw schoot dan... Dan uw schoot op mijn boek. Schoot op mijn boek. We hebben een speler in ons team, dat is ongelooflijk. Die zit hier, dat is Bobby Adekanji. Bobby, dat kom even hier. Dat is een hele lieve jongen. Hey, Bob. Medespelers en tegenstanders, zodra ze naar de grond gaan geblesseerd, dan komt hij van... Sorry, Bob. Wat is er aan, Bob? Bob, ja, wat gebeurt er, jongen? Je moet ze wel even testen, Joop, als ze hier voor het eerst zijn. Maar Bob is dus iemand dat zodra er iemand op de grond ligt, dan komt hij helemaal van de andere kant af aangerend. En dan gaat hij zelfs op zijn knieën bij ze zitten en dan vraagt hij, gaat het goed? Ik denk dat Bob ook dokter kan worden. Maar als het met voetballen niks wordt, Bob, dan word je flying dokter. Hè? Maar applaus voor Bob. Ja. Hé, Bob. En kun jij denk je een Sinterklaas liedje zingen, Bob? Niet zo goed. Zullen we het dan samen proberen? Ja. Samen, met Piet ook? Ja. Nou, en dan, wat voor lied wil je zingen dan? Sinterklaas Kapoentje. Ja? Ja, leuk hè, Kapoentje. Nou, gaan we doen. Sinterklaas Kapoentje. Ja, meneer Leonel zoekt meteen weer het moeilijkste lied uit. Hè. Nou Bob, daar gaan we hoor. Sinterklaas Kapoentje. Gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje. Dank u Sinterklaas. Hey! Hoera voor Bob, hè? Heel goed, Bob. Hebben ze goed genoeg gezongen voor u, denkt, vindt u? Prachtig gezongen. En Sint heeft ook van die mooie tekeningen gekregen. En zulke lieve meisjes en jongens. En we hebben ook uniek nog gezien. De twee meisjes die hockey, die kregen advies van het topscoren van een jeugdelftal. Hoe ze moesten scoren. Goed kijken bijvoorbeeld? Ja. Goed kijken. Doe je dat? Ja. En dan slaan. In jouw geval. En dan schoppen. En dan heb je een betere kans. Klopt dat? Ja. U zei net dat u blij was dat er ook zoveel ouders aanwezig waren. Was er nog eentje die zelfs via de telefoon nog probeerde aanwezig te zijn, hè? Ja, dat was heel opvallend hoor. Dat heb ik nog nooit meer in mijn 110-jarige carrière meegemaakt. Want er zat een jongetje te bellen en dat belde zijn moeder toen die met mij op schoot zat. Ik spreek met Sinterklaas. Ik heb net uw zoon hier op schoot. En nou belt u. En dan had u iets aan uw zoon te vertellen. Wat zei de moeder tegen u? Kon ik heel moeilijk verstaan. Maar ik heb gezegd dat de zoon niet zoveel mag bellen. Ik heb gevraagd of hij als hij op het veld stond ook belde. Of sms'te, maar dat deed hij niet. Zie de maan schijnt door de bomen. Vind ik zo'n mooi lied. Speciaal voor mijn verjaardag. Zie de maan schijnt door de bomen. Het staat u wild geraakt, heerlijk avondje is gekomen, avondje van Sinterklaas. Vol verwachting klopt ons hart, wie de roep krijgt, wie de gaat. Vol verwachting klopt ons hart, wie de roep krijgt, wie de gaat. Ja,
Ja.